Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en vanwege het mooie weer wil ik het toch even met jullie over ijs hebben. En omdat ik dat in de vorige video al één ijs liet zien, dacht ik, ik ga het meteen even vergelijken. Allereerst, oh jee, ondertussen ook nu gesmolten een ijscream, want ik ging nog even wat opzoeken. Niet altijd even handig. Banaanijs met blauwe bessen. Super makkelijk te maken. Je moet er alleen iets minder water bij doen. En je moet vooral niet even een kwartier laten staan. Want dat gaat niet zo goed. Dit is het goedkoopst. Het kost alleen wat meer tijd zelf om het klaar te maken. Wel heel erg lekker, al zeg ik het zelf. Dan wil ik deze ten opzichte van elkaar vergelijken. Professor Grünschnabel en van Trader Joe's kokosijs. Wat zal ik zeggen? De kokosijs is goedkoop, dus ik ga van goedkoop naar duur. Ijs het goedkoopst. Zit volgens de verpakking 500 ml in. Net zoveel als Professor Grünschnabel. Alleen is deze minder vol. Ik heb van allebei evenveel afgehaald. Ik heb ze natuurlijk getest, even vergelijken. En als je deze open doet, dan ziet hij er gewoon echt nog zo uit. Dus je komt echt wel minder tegen om een of andere reden. Deze is trouwens 2,89 euro. 2,89 voor deze. Ik zelf vind hem minder romig. Lijkt wel alsof het meer bewerkt is. Ja, als je op je budget zit en je wil per se deze doen, dan zou ik dat zeker doen. Ik vind het natuurlijk super leuk dat Trader Joe's een vegan optie heeft. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar ik persoonlijk zou zeggen, spaar even door. Want dan heb je iets wat echt veel romiger is, lekkerder is. Mijn vader is geen fan van ijs, maar hiervoor is hij altijd te porren. Dat is wel heel opvallend. Dit toevallig dan met chocola, maar je hebt ook precies dezelfde smaak als die ander. En ook dan is die romiger. Het is trouwens allebei gemaakt op basis van kokosmelk. Dus ja, gewoon vegan natuurlijk. En natuurlijk het vegan logootje. Dus ja, ik zou dan zelf gewoon even doorsparen voor deze. Dit is echt wel de moeite waard. Deze is 5,25 euro. Dus ja, hij is duurder. Maar de keren dan dat ik niet zelfgemaakt ijs eet, dat is heel weinig. Dan wil ik wel iets wat echt goede kwaliteit heeft. Wat echt lekker smaakt en wat niet ontzettend bewerkt smaakt. Dus ik heb liever iets goeds en iets... de keren dat ik het eet, liever iets goeds en meer kwaliteit als... dan deze. Mijn persoonlijke mening. Vind je dit nou veel lekkerder? Dan moet je dat zeker doen. Ik denk, ik geef jullie meer even de optie. Meer even onder de aandacht brengen. Allebei gewoon vegan. Allebei basis van kokos dus. Alleen dus is deze duurder, maar lekkerder. En hij zit voller trouwens. Dan deze. Want deze... Die zit echt tot... normaal gesproken zit hij helemaal vol. Je kan zien dat ik ermee gestart ben. Maar hij zit echt tot de... Tot de rand toe gevuld, ondanks dat ze zeggen dat er evenveel in zit. Dus dat vind ik wel heel grappig. Zijn er nog verder dingen? Nee. Beetje chaotische video volgens mij. Heb je vragen verder? Laat beneden achter. En dan zie ik je in de volgende video. Bye!